Amlo. Met de trein en zo. Je mag er wel dik op. Nee, de boven. Johan, wat zien wij hier gebeuren? We zijn druk bezig om decor spullen te maken voor ons toneelstuk. Wat voor toneelstuk? Nou, we voeren eind juni een toneelstuk op. En daar hebben we een heel lange tijd aan gewerkt. En we hebben een toneelstuk dat heet Het Kleine Reizende Circus. Tijdens de coronatijd konden we natuurlijk helemaal niet oefenen. We gaan een klein beetje terug in de tijd. U weet wel, toen we in de coronacrisis zaten met z'n allen vanwege de lockdown, moesten we ons allemaal aan strenge regels houden. En daarvoor kreeg ik een telefoontje van mijn nichtje Marije, die een vrijwilliger is. En die vroeg of ik een toneelstuk op de plank had liggen voor de toneelclub hier in Almelo. Maar ik heb veel toneelstukken geschreven, maar vooral voor kinderen. Dus ik vond dat niet zo heel geschikt. Toen heb ik aangeboden van ik wil wel een toneelstuk gaan schrijven voor jullie club. Kennis gaan maken met de groep. En daar kwamen wel ideetjes uit zo van wat ze wel wilden spelen. Dames en heren, verwelkom hem met een applaus. Hier is El Declano. Wat ze leuk vinden om te doen, welke rol ze wil. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb het geldkoppeltje. Je hebt het geldkoppeltje alleen maar heel goed verstopt. Welke liedjes ze wilden zingen, want we hebben ook liedjes in het toneelstuk. En toen ben ik aan het schrijven gegaan, maar door de coronatijd konden we niet gelijk oefenen. Dus dat is pas half jaar later, een jaar later misschien wel gebeurd. Maar toen zijn we ook wekelijks op woensdagavond gaan oefenen. Ja. En kunnen ze het goed? Ze kunnen het hartstikke goed en ze doen het met heel veel plezier. En dat is heel belangrijk. Oh, jongens, laat de pret in staan. Het is de tweede straat weer opgebouwd. De tent die wordt snel opgebouwd. Het circus is vermaakt voor jong en oud. Zo'n pret heb ik in jaren niet gehad. Er is een circus, 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 circus in de stad.